naam is Wouter de Wolf. Ik ben adjunct-directeur van de Raad Bouw en de Raad Bouwontwikkeling. De ananas is in vele aspecten heel bijzonder. Duurzaamheid hebben we natuurlijk heel hoog staan bij de Raad. Vloerkoeling, vloerverwarming, collectieve warmtepompinstallatie. We zijn zelfs zo duurzaam dat we het groen certificaat hebben ontvangen van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Wij onderscheiden ons bij dit project ten opzichte van de concurrentie door een veelvoud van faciliteiten. Het prachtige binnentuin waar we nu staan, een wasbar waar je je wasje kan doen en een kopje koffie kan drinken gedurende de was of een biertje kan drinken. Horeca faciliteiten waar je lekker dicht bij huis een hapje kan eten. Wij proberen altijd te bouwen wat onze klant wil. Een project als de ananas is onmogelijk om dat zelf te realiseren. Daar heb je partners voor nodig en die proberen wij ook altijd te vinden. Wij proberen altijd betrouwbare en bekende partners om ons heen te verzamelen waarbij we een project als dit tot een goed einde weten te brengen. Zo ook bij de ananas. We hebben vele ondernemers, vele leveranciers waar we heel graag en heel goed samen meewerken. En die samenwerking loopt fantastisch en dat is ook de reden dat de realisatie van het project zo goed gaat. Voor de ananas ben ik het meest trots op de kwaliteit die we hier leveren, op de duurzaamheid die we hier leveren en op deze prachtige locatie tegen het centrum van Leiden en vlakbij de uitvalswegen A4 en A44. Dat is waar ik het meest trots op ben en volg ons op LinkedIn.